Er schijnt geen einde te komen aan deze lange rij van vrolijke gezichten, waarop de vreugde van deze dag geschreven staat. In de Sprookjeshof hernieuwden de bejaarden de kennismaking met de sprookjes uit hun kinderjaren. Het bleek dat zij Pichelmee en de Keulse Pot, Hans en Grietje en al die andere sprookjesfiguren waarover hun moeder hen vroeger vertelde en waarvan zij op hun beurt weer hun kinderen en kleinkinderen hebben verteld, nog niet waren vergeten. En in de speeltuin bleek ook dat ouderdom maar een betrekkelijk begrip is en dat de bejaarden uit Steenwijkerwold het dansen nog niet zijn verleerd. Alles komt een einde, ook aan deze vrolijke dag. Daarom terug naar de autobussen en terug naar het Wold. De tijd van feesten en uitstapjes is voorbij. Er is weer werk aan de winkel. Goudgeel staat het koren op de akkers in Steenwijkerwold. Het is rijp om geoogst te worden. Laten we eerst nog eens even kijken hoe dat vroeger ging. Met machtige zwaaien velde de maaier met zijn scherpe zeis de halmen. Achter hem, met gekromde rug, de man met de welhaak, die de garven vormde. En daarachter weer de binster, die met rappe hand de halmen samenbond.
Ook de graanoogst deelde mee in de ontwikkeling van de mechanisatie in de landbouw. De reeds bekende maaimachine werd voorzien van een aflegapparaat. De zeis behoefde nu alleen nog maar te worden gebruikt voor platleggende gedeelten, voor de hoeken en voor de eerste maaigang. De man met de welhaak zat nu op de machine met een aflegstok. Maar de winders bleven hun werk op de oude wijze doen. Machines of geen machines, de maag blijft om verzorging vragen. Als moeder de vrouw met de koffie komt, laat ieder dan ook het werk liggen om een gezellige kring rond de koffiepot te vormen en onder het eten van een stevige boterham te genieten van een korte rust.